Dag, jongens en meisjes. Hier meester Joris van basisschool De Komeet in Malden. Het is weer leesweek. We hebben weer leesweek op basisschool De Komeet. En dat maken we altijd een beetje feestelijk. Kijk maar hier. En oh, hier is de biep van de bovenbouw. Kijk eens wie hier zit toevallig. Hé, hey, juf Annelies. Hé, hey, meester Joris. Dag, juf Annelies. Ja, ik ben even aan het lezen, want het is weer leesweek. En dan mogen we extra lezen op school. En ik heb een heel leuk boek gevonden hier in het diepje. Alles wat je moet weten over scheten. Ja, en daar wil ik morgen de kinderen over vertellen, meester Joris. Dus ik ben me even goed aan het inlezen. Wat een goed idee. Allemaal boeken. Hier, in de biep van school. Kijk, en de juf, juf Annelies, die de meeste kinderboeken leest van alle juffen en meesters hier op school. Hier staan ook allemaal nieuwe boeken op school, juf Annelies. Oh ja, moet je kijken hoeveel boeken wij op school hebben. We hebben al echt heel veel boeken op school. Maar we hebben dus nog meer boeken erbij gekregen. En eigenlijk, meester Joris, stonden hier nog meer boeken. Maar sommige kinderen die konden echt niet wachten met het lezen van de nieuwe boeken. Dus die hebben er al even een stiekem meegenomen naar de klas. En dat is ook helemaal goed. Maar moet je kijken wat een mooie nieuwe boeken wij hebben. Helemaal top. Nieuwe boeken. En er zijn er dus al een paar uitgeleend. Dat is ook precies de bedoeling natuurlijk van de leesweek. Ja, we willen extra veel lezen. We willen dat kinderen zin hebben om deze boeken te gaan lezen. Ja. Nou heb ik alleen gehoord dat er nog één plek is in Malden waar ze nog meer boeken hebben. Ja, eentje maar, hè? Eentje. Dus één plek in Malden die meer boeken heeft. En waar is dat dan hiervan? De bibliotheek. Ah. Zullen we daar even naartoe gaan? Ja, goed idee. Nou doen we. Tata, we gaan even samen naar de bibliotheek. En dan zwaaien we even. Daar zijn we weer. Zeg, juf Annelies, we zijn inmiddels buiten. Ja. We lopen naar de biep. De biep. Want we zeiden net al, op school hebben we heel veel boeken, maar bij de biep hebben ze nog meer boeken. Maar nog even over die leesweek. Ja. Waarom hebben we eigenlijk een leesweek, juf Annelies? Ja, de jongens en meisjes bij ons op school hebben dit jaar heel veel gelezen. En zijn heel mooi vooruit gegaan in hun leesniveau. Hè? En als ze in de vakantie nou lekker blijven lezen, Dan behouden ze dat niveau. Dat is mooi, hè? Oké. Dus dat is wel een heel goed idee. Ja, en heel belangrijk. Buiten het feit dat het gewoon heel leuk is om te lezen in de vakantie, is het dus ook heel belangrijk om te blijven lezen in de vakantie. Kijk, daarom hebben wij zoveel boeken en daarom hebben we leesweek. En daarom zijn we nu onderweg naar de bibliotheek. Want de school is dicht in de zomer. Ja, de kinderen kunnen geen boeken op school lenen. Dat kunnen ze nu wel, hè? Dan lezen ze boeken in de klas, de boeken van school. Ja. Nee, dat kan in de vakantie niet. Dan is de school op slot. Ah. Maar dan kun je dus wel naar de bibliotheek. Ja, we kunnen wel. De kinderen kunnen wel naar de bibliotheek. De bibliotheek is niet op slot in de vakantie. Die is gewoon open. Nee, oké. De biep. We zijn bijna bij de bibliotheek, of de biep. Dat is eigenlijk veel makkelijker om gewoon de biep te zeggen. Ja, ja. Maar wat gaan we eigenlijk doen in de leesweek, juf Annelies? In de leesweek? Nou, we gaan lekker veel lezen en we gaan veel activiteiten doen omtrent lezen. We gaan Boeken Voice doen. Boeken Voice? Ja, Boeken Voice is net zoiets als de Voice Kids of Voice of Holland, alleen dan met boeken. Ja. We gaan een boekenruilbeurs doen. Boekenruilbeurs? Ja, en we gaan de kinderen de boekenvlogs laten zien van de juf en de meester. Ja. We hebben een boekenvlog gemaakt en ze zijn leuk, hè? Ja, ik heb ze gezien. We hebben alle juffen en meesters gevraagd om een boekenvlog te maken. En met de favoriete boeken van de juffen en de meesters. En daar hebben ze dus allemaal een vlog over gemaakt. En die gaan jullie allemaal zien aankomende week. En wat is dan de vraag aan de kinderen om ook zo'n boekenvlog te maken? Nee, dat hebben ze vorig jaar. Oh, dat was vorig jaar, ja. Vorig jaar was daar een wedstrijd van. En daar hebben ze een beetje de meesters aan de juffen geïnspireerd. En nu kunnen wij het zelf. Nou, we zijn al bijna bij de biep. Hyper de piep, wij gaan naar de biep. Juf Annelies, ik weet nu wat we gaan doen bij de leesweek. Ja. Ik weet dat er gave boekenvlogs van de juffen en meesters zijn. Dat we boeken op school hebben, maar dat de school ook dicht is in de zomervakantie. Ja. Maar dan kun je dus naar de bibliotheek. Ja,
Deze, kijk, de deur staat al open. De bieb blijft open in de vakantie. De hele zomervakantie lang? De hele zomervakantie. Oh, okay. 6 weken. En, maar kun je dan gewoon naar binnen lopen en een boek pakken en weer naar buiten lopen? Ja, zullen we het eens proberen? Zullen we het gewoon eens vragen? Ja, we lopen naar binnen. Oké. Ja. Hoi, Karin. Hallo. Mogen wij jou wat vragen stellen? Tuurlijk, kom binnen. Oké. Hoi. Klopt het dat de bibliotheek de hele zomervakantie open is? Ja. Het sluit helemaal niet. Dus... Helemaal niet. Nee. 6 weken zijn jullie open. Ja. Oké. Okay. Ja. En maar stel, een kind is geen lid van de BIEB. Hoe werkt dat dan? Kan een kind wel naar binnen komen? Ja, je kunt gewoon helemaal gratis lid worden. En dan kom je bij mij aan de balie en dan maak ik het pasje meteen. En dan kan je meteen boeken nemen. Dus als een kind het pasje hier binnenkomt lopen om lid te worden, krijgt het meteen een pasje. Ja. En kan meteen boeken gaan lenen. Ja. Ja. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Maar misschien wel even je vader of moeder meenemen dan. Even papa of mama meenemen, ja, om lid te worden. En hoeveel boeken mogen kinderen lenen op het pasje? 15 dingen. 15? Ja. Oh, je zegt 15 dingen. Kunnen ze nog meer boeken, dingen lenen dan alleen boeken? Ja, boeken en tijdschriften mogen 4 weken. En dan hebben we cd's, dvd's en blu-rays en die mogen 2 weken. Dus boeken, en tijdschriften, dvd's... CD's, luisterboeken? Ja, ook. Ja. Ook luisterboeken. Oh, die zijn leuk voor op vakantie. Hè? Voor in de auto. Als je lang in de auto moet zitten, is het zo leuk om een luisterboek te luisteren. Leuk, dankjewel. Nog één vraagje. Als een kind in de BIEB is en die kan zijn boek niet zo goed vinden. Dus heeft een boek. Ze krijgen bij ons op school allemaal een boekenverlanglijstje. Ja. Dus ze komen naar de bibliotheek en ze willen hun boek gaan uitzoeken. Maar ze kunnen hun boek niet vinden. Wat moeten ze dan doen? Gewoon even bij mij komen en dan help ik zoeken. Gewoon even bij jou, ja, hier aan de balie, bij Karin. Ze mogen altijd hier bij mij komen en dan help ik altijd. Super. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Dag, juf Annelies. We zijn weer uit de bibliotheek. Ja, de bib. Ja. We staan weer buiten. Ik weet nu wat we in de leesweek gaan doen. Ik weet hoe het in de bibliotheek werkt. En, maar je liet net een verlanglijstje zien. Wat was dat nou precies? Oh, deze bedoel je? Ja. Het boekenverlanglijstje. Ja. Ja, alle kinderen hebben vandaag een boekenverlanglijstje op school gekregen. En daar mogen ze alle boeken opschrijven die ze deze week tegenkomen. Waarvan ze denken, hey, dat boek, dat wil ik wel gaan lezen in de zomervakantie. Want met dit verlanglijstje kunnen ze vrijdag naar de BIEB om hun favoriete boeken te gaan lenen voor de vakantie. Tada! De boekenverlanglijst. Oké. Okay. Ja. Dat is een goeie. En volgens mij is er nog één ding om de ouders en de kinderen te helpen om te blijven lezen in de vakantie. Oh ja, om de ouders en de kinderen te helpen om te blijven lezen in de vakantie, hebben we iets leuks bedacht. De boeken bingo. De boekenbingo. Elk kind krijgt vrijdag een boekenbingo mee naar huis. En dan kunnen ze in de vakantie gaan lezen op hele gekke en grappige plekken. Ze kunnen lezen op de grond. En ze kunnen lezen met een ijsje of in de tuin. En elke keer als ze dat gedaan hebben, mogen ze het vakje aankruisen. Nou, zijn alle vakjes aangekruist, dan hebben ze bingo. En dan mag de bingokaart in de brievenbus van de school en hangt die aan het einde van de zomervakantie, als de kinderen weer naar school komen, in de aula met een verrassing eraan. Ah, een hele hoop bingokaarten in de school. Ja, met een verrassing. Met een verrassing. Gaan we doen? Gaan we doen. Ik heb er zin in. Ik weet het nu helemaal, wat we allemaal gaan doen in de leesweek en hoe we kunnen blijven lezen in de zomervakantie. Inderdaad. Met hulp van de bibliotheek. Ik heb er zin in. Ik ook. Nou, doei! Doeg!